Ik ben Maarten Siebesma en ik ben 47 jaar en ik ben woonachtig hier in Cubaert. En mijn beroep is kunstschilder. Ik werk hier in Cubaert, in mijn atelier, boven in de oud-gereformeerde kerk waar ik mijn atelier heb met het fijne noorderlicht. Ik ben voornamelijk een realistisch kunstschilder. En dat betekent eigenlijk dat ik de dingen schilder zoals ze zijn. Ik teken ook heel veel portretten in rood krijt en soms schilder ik zelfs ook wel eens portretten. De techniek die ik voornamelijk hanteer is een techniek die eigenlijk de oude meesters ook al hanteerden. We noemen het de zogenaamde glaceertechniek. Dat is laag voor laag en eigenlijk vet over mager. Zo schilder ik dus steeds in laagje voor laagje kleuren over elkaar heen, totdat het uiteindelijke resultaat hyperrealistisch is. Het wil zo zijn dus als ik een automobiel ga schilderen, dat ik een foto daarvan neem. En dan trek ik daar eigenlijk lijnen overheen, hakjes noem ik dat zelf. En die hakjes die trek ik vervolgens ook op papier en dan vergroot ik als het ware dat uit. Ik ben opgeleid als huisschilder op de technische school. Ik heb dit vak nooit beoefend in de praktijk. En eigenlijk als kunstschilder heb ik overal wat weggehaald. Ik ben dus een zogenaamd autodidact. Ik heb dus veel uit boeken gehaald. Ik heb dus veel mensen ontmoet. Veel kunstschilders. En de een heeft me dit verteld en het ander heeft me dat verteld. En eigenlijk ben ik altijd mijn eigen leraar geweest. Ik zag dat mensen ook bezig waren met schilderen, veel amateurschilders. En deze mensen ontbreekt het vaak aan één ding en dat is techniek. En daarvoor ben ik eigenlijk een cursus begonnen. En een cursus eigenlijk om vooral het technische deel van het schilderen te benadrukken. Dat houdt dus in dus dat men weet wat voor olie men moet gebruiken, wat voor kleuren men moet gebruiken. En ook hoe men dus een goede tekening, een ellips, et cetera, kan neerzetten. En van daaruit kunnen ze dus eigenlijk weer verder en kan men dus zeggen van nou ik ga fijn schilderen of ik ga impressionistisch schilderen. Eigenlijk een eigen weg zoeken. Men kan mijn werk aankopen eigenlijk via de vele galeries die ik heb in Nederland. Het komt ook voor dat mensen hier thuis komen. En voornamelijk portretwerk, dat is vooral opdrachtenwerk. En het komt ook heel veel voor dat mensen dus zeggen van ik heb nog een prachtig oud voorwerp van opa of oma. Of wil je mijn oude oldtimer schilderen? Dus eigenlijk werk ik ook best heel veel in opdracht. Ik ben eigenlijk alleen, als ik dus echt bezig ben, ben ik in mijn hoofd eigenlijk alleen maar bezig met het schilderij en de kleuren. Eigenlijk, ik vergeet alles. Mocht ik heel oud worden, zal ik net zo lang doorgaan met schilderen, totdat mijn gezondheid het niet meer wil hebben. Een schilder eigenlijk gaat niet met pensioen.